Check. Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Secret of Friends. Het is weer tijd voor een update. En ja. Yay. Ja. Zoals jullie zien achter mij. Horen. En ook horen. Zijn we weer eens bij mijn opa en oma. En het is vakantie voor ons, dus ja. Ja. We beginnen deze video op de site. Want ja, dat vind ik leuk. Derse update. Dat wist jullie. Derse update. Nee, dat wisten ze echt nog niet hoor. Oké, de druiden hebben je hulp nodig. Ik ga het gewoon voorlezen, want ja, vind ik leuk. Ja, ik ga hem echt niet helpen hoor, ben je geraakt. Overhoop. En dat is alright. Dus de beschermers van Eden kunnen niet teruggaan naar Pandoria zonder jouw hulp. En de mysterieuze Evergrey is in Jorvik aangekomen. Oh my god. Ontmoet Evergrey, er liggen duistere, moeilijke tijden in het verschiet voor de druiden en Frip heeft hun gevraagd om Evergrey te zoeken. Je meent het. Even serieus, in de lange weg naar Pandoria heb ik die missies toch gedaan. Een druiden die vele jaren uit de beschermers van Eden is gezet en verbannen. Goeie zin, spouw. Niemand kent Pandoria zo goed als Evergrey. Ik ben er fucking... Jij en de Soulriders hebben geen expertise hart nodig om terug te keren naar de gevaarlijke paarse dimensie en Anne te helpen. Ik zeg steeds Anna. Vooral nu Frip gewond is, aan jou de taak om Evergrey te vinden en de Soulriders te verzamelen. Terwijl Darkor je op je hielen zit, gaat Darkor ons achterna zitten. Om deze missies te kunnen spelen moet je een Starrider zijn. De poort tussen de Storm Garden en Crescent Moon hebben geopend in Epona. Logisch. De missies hebben voltooid waarin je Avalon praat nadat je Pandoria bent teruggekomen. Dit ziet er super gay uit. Dit doet me denken aan Zuiderhoef, dus ik denk dat ik ongeveer weet waar het is. Gaat het jou lukken om een nieuwe weg naar Pandoria te vinden? De coole winkel van Farah is terug! Nee, hij is niet cool! Oh, die kutwinkel. De druiden Farah is dol op mode en deze week is haar winkeltje opgezet naast het huis van Elisabeth Sunbeam. Dat doet me denken aan mijn halflinger die ik misschien nog ga kopen, Sunbeam. In Wildeel. Naast de tweede prachtige druiden outfit die als ze... Ze zijn niet prachtig. Die ze al eerder verkocht, heeft ze deze keer ook gloednieuwe uitrusting en ridder thema voor je paard meegebracht. Farah blijft in Jorvik tot volgende week woensdag, dus neem een tijd en kijk in haar winkel. Perfecte druidenoutfit. Wil ik weten hoe het verder gaat? Oh nee. Wauw, we zijn bij de paardenmarkt, oké. Trouwens, jullie kunnen niet alles lezen omdat mijn camera ervoor zit, maar ja, kan ik niks aan doen. Want ik kan het lekker wel lezen, dan moet je maar gewoon luisteren naar wat ik zeg. Eddie en Ferdinand lijkt het totaal niet te storen dat Darkor problemen veroorzaakt op het eiland Jorvik. Ze zijn deze week gewoon aanwezig in Verpinta, de paardenmarkt dus. Star Stable spelnieuws, maar daar ga ik niet naar kijken, want we gaan het gewoon lekker zelf doen. Dus ik zie jullie zo meteen als ik online. Oké, hier zijn we dan. Lekker met mijn rode setje dit keer. En ja, ik ben voor de zekerheid op mijn starter gegaan, omdat ik niet weet of we nu Pandoria ingaan. Dus ja, maar ik wil het wel gaan lezen als een soort van vierde... Vijfde deel van, ja. Ik moet alsmaar aan Frip denken. Arme Frip, die kleine heeft zoveel op het spel gezet om ons te beschermen. En na al die ellende zit Anna nog steeds vast in vreselijke plek. Het scheelde zo weinig. Mia heeft haar uiterste best gedaan. Niemand had meer kunnen doen. We hadden je nooit alleen moeten laten gaan, Mia. Dankjewel, daar kom je nu pas achter. Inderdaad, de volgende keer gaan we allemaal. Samen staan we sterk. Samen zorgt alleen maar voor meer problemen. Dan kom je vast te zitten en word je allemaal gevangen. Kan niemand je meer helpen. Eén voor alle vrienden. Als we samenwerken, kan niemand ons stoppen. Darko niet, meneer Sans niet en Garnock zelf niet. Daar hoort nog een S achter, geloof ik. Maar we moeten nog steeds een manier vinden om terug te gaan naar Pandoria. Het voelt alleen zo hopeloos zonder Frip. Laten we dan even met hem naar hem gaan kijken. Naar de geheime steenkring. Hallo, wacht even op mij. Ik sta daar gewoon. Ze wachten nooit op mij. Weet je, ik denk echt dat Frip er als een maloot uitziet.
Ik weet niet. Misschien is hij wel echt enorm veranderd of zo. Dat hij opeens heel aardig doet. En niet zo zegt van... Wel opletten, hè? Zoals... Ja. Ja. Maar als je echt geen idee... Oh, wacht. We kunnen wel gelijk even in die winkel kijken. Als ze hier toch zijn. Gaan we weer even naar die bitch toe met haar lelijke kleding. Kijk. Oké. Het zadel en hoofdstel is nog wel chill. Maar dit dekje... Nee. Oké, nou, dat was de winkel alweer. Dagwinkel. Nee, maar het kost allemaal starcoins. En ik wil mijn starcoins niet uitgeven. Want ja, ik vind dat ik niet heel veel heb. Maar andere mensen vinden dat ik heel veel heb. Maar oké. Hoe dan ook, we gaan naar de geheime stenenkring. Oh, kijk, je ziet echt ook gewoon zo'n stipje hier. Heel random hier, terwijl ik hier ben. Maar ja, daar is dus de geheime stenenkring. Maar ik denk dat jullie dat... ook wel door hebben gehad. Maar ook gewoon deze intro van deze video is ook gewoon lange weg naar Pandoria. Gewoon omdat ik lui ben, dat ik geen intro wil maken van Pepper Power. Okay, there we are. Oh, hallo Dagon. Wow. Ik zie nu pas dat hier paarden in staan. Hoe de fuck? Ik zie dat echt nu pas. Is dat tijd al? Volgens mij wel. Hier staan fucking paarden in. Oké. En daar een paard op twee benen aan het lopen. Damien, kijk dan. Dit paard loopt op twee benen. Oké. Verder met de missies. Druiden. Oké. Welkom Mia, Soul Riders. Zijn jullie hier voor Frip? Hij is beneden. Serieus, daar waren we echt net bij Elisabeth. Beneden, pas op voor je hoofd. Als het is een beetje nauw voor de mens. Wat? Oh, wow, we gaan opeens naar een ander deel. Oké. Hé, ik stap af. Ze laten me echt... Oh nee, huh? Het zag er zo uit. Oké. Naar de kamer van Frip. Ik wil echt weten hoe het daar uitziet. Het is een beetje nauw. Ho. Wow, dit is zo gaaf. Jammer dat je al die andere mensen ziet lopen, maar dit is zo gaaf. I gotta take some photos. Even een beetje uitzoomen. People staat in mijn scherm. Oké. Beetje bij die boekenkast. Ik heb trouwens mijn fancy zonnebril weer op, want dat vind ik leuk. Oké. Hier, dit ook. Ik vind het best wel mooi gemaakt hoor. Ik ga dit denk ik ook op Insta pleuren. Dus volg mijn Insta, Mia Shadow Sister. Komt er net iemand met zijn eekhoorn? Lekker eerlijk voor Frip. Oh wow, we lopen hier gewoon over boeken. Oké. Misschien hier even zo openen. Oké. Nou, dit was mijn kamerrondleiding. Dus we gaan verder met de missies. Hallo Elisabeth. Wat fijn om je te zien, Mia. Ja, ik zag je ook echt niet net beneden. Welkom, Mia. Hoewel hij het niet zelf kan zeggen, weet ik zeker dat Frip blij is dat jullie er zijn. Hier, kom maar dichterbij. Oh, hij is zo schattig. Hij lijkt kleiner. Als dat überhaupt kan. Komt alles wel goed weer goed met hem? Dat zal alleen de tijd leren, maar ik denk het wel. Als we iets voor hem kunnen doen, wat dan ook. Dankjewel Linda. Ik zal het meteen zeggen als jullie iets kunnen doen. Maar op dit moment heeft hij alleen rust nodig. Waar zijn we eigenlijk? Is dit het kantoor van Frip? Zoiets. Je dacht toch niet dat hij al die eeuwen heeft doorgebracht met alleen naar een stenenkring gaan? Nou, eigenlijk wel. Oké, moment. Oké. Wat een geweldige plek. Denk je dat Frip er erg zou vinden als we even rondkeken? Gezien de omstandigheden denk ik dat hij teleurgesteld zou zijn als jullie het niet deden. Oké, Mia, laten we eens kijken of we iets nuttigs kunnen vinden op die boekenplanken. Oké, dus dan moet ik alsnog gaan rondlopen. Is goed. Maar kijk, nu zitten er allemaal glinsters bij, dus dat is wel iets anders. Ik ga dit niet lezen, want dat duurt een beetje lang. Frip met 1P.
Doe me zorgen. Het zijn kinderen. En tegelijkertijd paarden. Wat fuck. Oké, waar moet ik nog meer zoeken dan? Oh, daar. De Pandoria Codex. Codex. Wow, dat ziet er zo magisch uit. Waarom mag ik er niet verder in kijken? Linda, kom eens even hier staan of zo. De Pandoria Codex. Ik hoopte al dat we die hier zouden vinden. De Pandoria, wat is dat? Ik denk dat het een wetboek zou kunnen noemen. Of een spreukenboek. Of misschien wel allebei. Ik heb... boek... naar mijn hart. Laat me je lieflijk pagina's strelen. Pas op, Linda. Zometeen kwel je Frups boek onder. Oeps, sorry. Ik weet niet wat me ineens bezielde. Piep! What the fuck? Dat is precies zo'n eekhoorn. Maar die heb ik toevallig nu niet bij me. Dit is echt lelijk. Zeg, heeft iemand een eekhoorn gezien? Meesterspion. Een tijdje geleden kwamen er opeens weer eekhoorns in dat hol van Meesterspion. Nu weet ik dus waarom. Oké. Zo, als we daar mijn favoriete aardeekhoornvanger niet hebben. Dat klonk een beetje gemeen. Verdorie, die eekhoorn is een snelle coureur. Dat moet ik hem nageven. Maar na al die tijd op de boerderij van Steve is hij zo koppig als een ezel en glad als een aal geworden. Help me hem te vangen zodat ik kan zien wat nieuws hij heeft opgebracht of zoiets. Vang de eekhoorn. Waar is die? Oh, daar. En nu? Oh. Ik kan... Oké, dat was niet eens zo heel moeilijk. Maar, oké. Aha, heb ik je ellendige eekhoorn. Laat me dat bericht eens zien. Dit bericht is voor jou, Mia. Wauw, wow. Ik krijg nooit post. wel. Als ik dit bericht moet geloven, is Evergreen een nieuw Hulkrust aangekomen. Maar het moet wel een vergissing zijn. Hij is verbannen. Evergreen, dat is het ruiter die we van Frip moesten vinden. We moeten meteen met hem praten. Damien is zich aan het vervelen. Maar vergeet niet dat hij is verbannen door de druiden. Misschien is hij wel gevaarlijk. Maakt niet uit. Als er ook maar een sprankje hoop in is dat hij ons kan helpen. Anna terug te brengen is geen gevaar te groot. Natuurlijk, ik wil alleen maar zeggen dat we wel voorzichtig moeten zijn. De jonge juffrouw Cloudmail heeft gelijk. Pardon? Wie is Cloudmail? Dat zou een van die druiden zijn. Evergrey is niet te vertrouwen. Hij heeft geheimen uit onze kluis gestolen en de druidenorde verraden. Hij zat in samenzwering met heksen. Dat duurt zo lang. Weet ik, dit duurt zo lang. Nee, Pie is erg behulpzaam als je haar eenmaal kent. Jullie begrijpen niet veel van heksen, Soul Riders. Zoals de daar verschijnt iemand. De belangen van Pie hetzelfde zijn als die van ons, is ze een waardeloze bondgenoot. Nou zeg. Uiteindelijk is een heks echter alleen maar trouw aan zichzelf. Maar goed, we zijn hier om niet om over heksen te bakkelen. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ik heb mijn bericht afgeleverd. Wat jullie met die informatie doen is aan jullie. Het is toch duidelijk wat we moeten doen. We moeten naar hem toe. Mia, misschien... Oké. Ik wil dit echt niet meer lezen. Ik wil hier weg. ze praat tegen de paard. Oké. Ja, we komen er ook aan, dus... We are there. Ja, ik ben er dus aangekomen. En heel random staat er zo midden in de stad, maar ik zie die mensen daar al staan. Dat lijkt me Evergrey. We gaan heel even kijken. Voordat hij verdwijnt. Oké. Met hem wil je echt niet zomaar tegenkomen. Hallo Avalon, jij staat random met hem te praten. Oké. We gaan verder. Zo te zien is iemand ons voor geweest. Avalon.
Evergreen Avalon zat op een hek. Toen viel ze op een bek. Ik ben hier ook net. Volgens mij heb ik Evergreen gevonden. En wie is bij hem? Dat zie je toch? Dat is Avalon. Is dat Avalon? Ja. Kuch, kuch. Oh wow, die animatie is best wel grappig. Zo. Dus jullie hebben me helemaal hier naartoe teruggeroepen. Een zeer belangrijke onderzoek onderbroken. En waarvoor Soul Riders onbenulligheden. Een dreigement tegen de Soul Riders is een dreigement tegen onze orde. Tegen Jorvik. Tegen het universum zelf. Hoewel ik het niet graag toegeef, hebben we hier nodig de beschermers van Eden. Ja, hij is een beetje aan het plagen. Oké. Bah, daar ga je weer, Avalon. Je overdrijft ook altijd. Elk klein obstakel is met jou meteen een mogelijk spreek jij dit eens uit? Wat? Dit. Apocalypse. Ja, dat. Apocalypse. Er waren Soul Riders voor de huidige Lightning. En er zullen hierna weer nieuwe komen. Hecht je niet aan anderen. Denk aan de lange termijn. Zo doen de druiden het toch. Jorvik redt zich wel. Deze keer niet. Meneer Sans heeft licht... Ik kan niet lezen. Kuch, kuch, kuch! Sorry voor mensen die oordopjes in hebben of een koptelefoon op. Wacht even, je hebt kwijtgeraakt. Ik heb het niet kwijt... Ik ben het niet kwijtgeraakt, het is gestolen. En dat is trouwens niet belangrijk. Het gaat nu van kwaad tot erger. De geheime steking is aangevallen. Frip is gewond geraakt. En wij zijn in de... Dit was vroeger zo'n rustig restaurant. Heel random mensen. Moet je nou eens zien wat voor gespuizen binnenlaten. Kom lieverd, we gaan wel ergens anders eten. Fluistert, we zijn in vertrouwenscirkel van beschermers. Denken dat we iets gevonden hebben. De fluister. Dat oude sprookje weer. Het gaat er best wel verhit aan toe daar. We moeten ingrijpen. Is net zo spannend komen die bitches. Oh Mia, hoe lang sta je al te kijken? Ik zie dat meester Pion mijn bericht heeft afgeleverd. Ik wilde jullie er eerder op de hoogte brengen van Evergrey aankomt. Maar ik had tijd nodig om hem zelf te ontmoeten. Hoewel ik niet graag toegeef, blijft hij mijn broer. Sorry? Mia, ik wil je voorstellen aan Evergrey. Buitenbeentje, niets nut. Een schande voor de druidenorde. En mijn broer. Starshine? Starshine, ben jij dat? Toen ik je de laatste keer zag, was je nog maar een jaarling. En dit moet van je nieuwe ruiter zijn, dan je nieuwe ruiter zijn. Lisa heet je toch? Zorgt ze goed voor je? Starshine, waarom zeg je niks? Heb je je oude vriend dan niets te vertellen? Puntje, 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 puntje. Mama, waarom praat die rare man met dat paardje? Pst. Er zijn burgers bij. Nixie, Seggie, praat die paarden. Oh, kuch, kuch. Dat klopt. Dieren praten niet in dit deel van Jorvik. Knipoog. Ja. We praten later wel bij Starshine. En jij moet Mia zijn. Ik heb veel over je gehoord. Zelfs in het verre noorden gaat er geruchten over jou. In het verre noorden, daar kom ik ook gewoon maar goed. Misschien moet dit gesprek ergens anders houden. Misschien wel. Oh, wow, er staan mensen in mij. Oké. Evergrey. Ja, laten we ergens praten waar je meer... Privacy is. Privacy. Ik heb een paar persoonlijke eigendommen bij me. Je vindt ze bij de haven. We kunnen misschien... Oh ja, die ene haven. Oké. Heb ik hem nou goed gekeurd? Ja, ik heb hem goed gekeurd. Oké. Breekbaar. Was het toch?
Ja, breekbaar, oké. Rare missienaam. Ik denk dat deze aflevering trouwens heel lang gaat duren, want ja, missies duren best wel lang. En zeker als je ze allemaal gaat lezen. Dan zou ik zo misschien even... Ja. Te fest. Ja, ik ga het misschien zo meteen wel even in high speed. Wow, dat was echt een perfect jump. Even kijken, waar is het? En dan nog met een startertje. Ja. Waar is dat? Zit het hierin? Nee, het is gewoon hier, denk ik. Een koffertje. De oostelijke heuvels, waar is dat dan weer? Serieus, waarom moet het dan gelijk helemaal daarheen? Oké, ik ga er proberen te komen. Dus, ja. Oké, we zijn aangekomen bij Evergreen. Ja, druiden. Alles lijkt in orde. Je kunt het nu wel even hier laten. Wat? Wat? Wat hier laten? Nu we niet meer te lijden hebben van de nieuwsgierige blikken van de dorpelingen, kunnen we even netjes kennis maken. Je hebt Starshine al ontmoet. Zij gaat er Lisa Peterson. Oké. En dit is Mia. Is ze... Kan ze het echt zijn? In ieder geval, ik denk dat ik weet waarover dit gaat, maar dat ga ik nu niet uitleggen, want dan is het een lang verhaal. In ieder geval, zoals mijn lieftallige broer al heeft verteld, heet ik Evergrace, of zoals ik in Podorie bekend sta, de grijze pilgrim. Ik noem je gewoon Evergrace, alsjeblieft. Avalon zei dat jullie terug moeten zien te komen in Pandoria. Laten we daarover praten. Ben je in Pandoria geweest? Er geweest? Ik ben er zo vaak naartoe geweest dat het praktisch mijn tweede huis is. Kuch. Of was voor een tijdje. Die plek op je huid, kwam dat doordat je in Pandoria was? Inderdaad, de ziekte is in een vergevorderd stadium. Tijdens mijn reizen daar zocht ik naar een geneesmiddel, zodat anderen in mijn voetstappen konden volgen, zonder aan een ziekte te bezwijken. Ik was er dichtbij, maar helaas. Kuch. Denk dat hij zoveel kucht en hoest, omdat hij, ja, die dinges heeft. Het geheim van mijn is me ontglipt. En als ik nu terugga, wordt dat mijn dood. Alweer een wereld die mij heeft verbannen. Mag ik misschien vragen waarom je eigenlijk door de druiden bent verbannen? Omdat ik te veel vragen stelde. Oh wow. Kom op zeg. De reden was wel een stuk ernstiger dan dat. Klopt, maar ik begin wel altijd met vragen. De kortste versie is Starrider. Wat? Starrider? Oké. Dat ik zoals jij wilde zijn. De druiden staan niet voor niets bekend als de beschermers van Eden. Die orde heeft verzworen de erfenis van Eden te dienen en te beschermen. De krachten waar we toegang toe hadden, mochten we niet gebruiken. We mochten ze alleen bewaken als Praat niet zoveel, mensen! Je bent egotisch, onvoorzichtig, impulsief, ik weet niet wat dat betekent. En niet te vergeten, een dief. Ja, nou ja, genoeg voor mij nu. Genoeg over mij nu. We zijn bijna op onze bestemming. Oh. Oké, hij houdt echt zijn stok zo vast. Ja, ik denk... Van de vier paarden. Ja, ik denk dat ik je video hier even afsluit, want anders gaat het een beetje lang duren. Dus ik zie jullie in het tweede deel, die later vandaag of misschien morgen online komt. Dus tot in het volgende deel. Doei!